Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV, een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. Ik ben niet één, maar twee selectiespelers. Ik ga ze straks aan je voorstellen. Eerst onze vaste analist, John de Wolf. Ja, John, van harte welkom. Ik kan de tv niet meer aanzetten of ik zie jou voorbij komen. Hoe zit dat allemaal? Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Nou, we hebben de droomparken gezien. Laten we daar heel even een kort fragmentje hebben daarvan. Lappie, John. Hé, hey, wat een grote bamiap is dat, man. Ja, John, wat is dit? Hoogsponsor Feyenoord, hè? Ja. Ja, ja. Die wilde scoren met een filmpje, dus ja. Dan word je gevraagd en dan ga je kijken naar het script. En, ja, prima toch, met Boskamp. Ziet er goed uit. Alleen jammer dat die... al het eten opgegeten. Zo kennen we. Ja. En zoals ik al zei, niet één, maar twee selectiespelers. Luciano Narsing en Ricciano Haps. Allebei van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Dankjewel. Eerst met jou beginnen, Luciano. Geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tegen Willem II. Hoe gaat het met je? Ja, gaat beter. Ja? Gaat beter. Ja. Wat was er aan de hand? Hij was in mijn lies ingeschoten. Ja? Dus tijd eruit gaan. Maar geen problemen verder? Nee, ik denk dat ik volgende week gewoon weer kan aansluiten. Ricciano, jij fit? Fitter dan ooit misschien wel, hè? Ja, ik voel me goed. Ja. Hoe is het op het trainingsveld de afgelopen dagen? Het is rustig natuurlijk. Veel jongens weg bij Oranje. Hoe is dat om met een kleiner groepje even te kunnen trainen? Ja, je traint het liefst met de hele groep natuurlijk. Maar dit is ook wel leuk. Jonge jongens komen mee trainen. En toch wel leuk. Er zijn er een aantal mannen weg naar de... vertegenwoordigende elftallen. Gaat dat bij jou ook meteen kriebelen, Luciano? 19 interlands achter je naam? Nee, nog niet hoor. Nee? Nee, nog niet. Nog niet. Eerst even focus op Feyenoord. Ja, precies. Maar je zal het nooit helemaal vergeten zijn, denk ik. Nee, natuurlijk mooie herinneringen daar. En natuurlijk, maar eerst focus op Feyenoord. Ja, dat zeg jij ook altijd, John, hè? Eerst de focus op club. Nou ja, ik kom bij een club. Kom vanuit het buitenland, lang niet gespeeld. Hè? Nou, doet ze stinkende best, wordt op een positie gezet. Ja, wat niet zijn sterkste kanten zijn. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Oké, okay. Maar ja, dan is het wel moeilijk, want je wordt wel beoordeeld door het publiek. Weet je wel, je gaat ook niet tegen de trainer zeggen, ja, dat wil ik niet, ik wil niet spelen. Dus dan doe je stinkende best. Maar voor hem is het heel belangrijk dat zo snel mogelijk Jurgensen terugkomt. Dan kan hij lekker naar die zijkanten. Of hij dan wel of niet gaat spelen, dat zien we dan wel. Maar... daar is zijn plekje, daar moet hij beoordeeld worden, vind ik. Hoe zit jij erin, Ricciano? Je wordt al jaren genoemd als een potentiële oranje klant. Dan is het weer zover. Je zit goed in je vel, je bent in vorm. Denk je dan, wellicht komt dat telefoontje nu wel? Het is niet dat ik erop zit te wachten. Ik doe gewoon mijn best bij Feyenoord. Ik speel mijn wedstrijden, ik ben fit. En dan komt het vanzelf wel. Ja, want ze hebben het wel altijd over jou. In één adem genoemd met een Nederlands elftal. Wat doet dat met je? Oh, niet veel hoor. Nee, positief of negatief, dat doet me niks. Ik blijf altijd met beide benen op de grond en ik doe gewoon wat ik moet doen en dat is mijn werk en mijn stinkende best. Hij heeft wel pech gehad natuurlijk, hè? Hele periodes, aantal blessures achter elkaar in een seizoen. Hij was wel een belangrijke speler voor de club en ik vind hem nog steeds belangrijk. Ik heb hem ook afgelopen zondag benoemd samen met onze grote vriend Karsdorp aan de andere kant. Ja. Als die twee echt topfit zijn, nou dat is die, dan zijn het een extra wapen voor eroverheen te klappen. En tuurlijk, eerste rol is verdedigend, want zondag had ik het gezegd, nou, ik heb er geloof ik maar één of twee keer op zien komen. Ja. Maar ja, dat begrijp ik dan ook in uitwedstrijden voorlopig nu. Moet je misschien een beetje met de handrem erop? Is dat... ja, taak één is natuurlijk blijven altijd verdedigen. Ja. En daarvanuit is je meerwaarde aanvallend, maar taak één blijft verdedigen. En ik denk voor hem de allerbelangrijkste boodschap is, hij is fit, topfit, maar blijven. Ja, en daar moet je alles aan doen. En dan is hij absoluut toegevoegde waarde. En dan kan hij ook hoger op gaan denken.
Mooie woorden. Straks gaan we uitgebreid verder praten met de jongens. Na de interlandonderbreking gaan de mannen nieuwe speler begroeten op het trainingsveld. Marcos Senesi, de Argentijn, nieuwe speler van Feyenoord 1. Argentina, mi país. Un país hermoso. No solo por su naturaleza y su gente, sino también por los grandes jugadores de fútbol que ha producido. La tierra de artistas como Messi y Maradona. Pero también es el país de tacleadas duras. De luchar hasta el último minuto y de jamás, jamás rendirse. Eso es lo que quiero traer aquí a Feyenoord. Sé que a los aficionados les encanta el buen fútbol, pero también el trabajo duro. No palabras, sino hechos. Una leyenda argentina como Julio Cruz me precedió aquí. Espero seguir en sus pasos de The Quip. Yo soy Marcos Senesi. No puedo esperar para dar todo, todo por ustedes y por Feyenoord. Ja, mannen, de announce video van Marcos Senesi. Hij is even op de club geweest. Maar hebben jullie hem gezien? Nee, we hebben hem nog niet gezien. Nee, hij was heel even een bliksembezoek. Hoe gaat zoiets? Krijgen jullie dat te horen? Of moeten jullie dat ook lezen in de krant dat er een nieuwe teamgenoot is? Nee, we kregen dat te horen. En we wisten wel dat er een verdediger bij zou komen. Dus ja, het is leuk dat hij bij Feyenoord is gekomen. Ja, een Argentijn, John. Kan jij er al iets over zeggen? Nou, ik heb wel wat aantal beelden gezien. Hij zit ook niet voor niks bij onder 23 volgens mij. Ja, als je Argentijn eerst noemt, qua verdedigen, dan hebben ze vaak de hakbel bij de. Maar dit is ook nog eens een voetballer. Het is een linkspoot, kopsterk. Dus ja, eigenlijk alles waar Feyenoord op zit te wachten op dit moment. Dus ik denk dat het een versterking is. Maar ook deze jongen zal aanpassen. Aanpassingstijd nodig hebben. Senesi natuurlijk niet de enige aanwinst bij Feyenoord deze zomer. We hebben een compilatie gemaakt van hoe het Feyenoord verging de afgelopen weken sinds de start van de competitie. Je voelt de verwachting voor weer een nieuw seizoen hier in Rotterdam-Zuid. Berghuis, contract verlengd, zo werd vandaag bekend. Tot de zomer van 2022, dat is voor Feyenoord zo aan het begin van dit seizoen uitstekend nieuws. Berghuis, Bannes voor de goal. Hier is hij. Val, Lassing en daar toch nog 2-2. Dan voelt dit vertrouwd en dan moet je daar nog ineens over nadenken. En daarom is mijn keuze voor Feyenoord geworden. Well, I'm definitely going to give everything for the team, the club, the fans. Berghuis, Larsson, dat is goed. Zat jongens voor de goal. Zoals in die sterren! Larsson. Larsson. Ach. 4-0. Ja. Perfect. Berghuis onberispelijk. Feyenoord op voorsprong in het Abalensa Stadion. Nou, dat is heel ver, maar dat kan, want het kan altijd natuurlijk. Wat een goal van Drezevic. En die valt wel goed, Botteguin in twee instanties en dan is het 1-1. Sterkte Carlo de Leeuw. Berghuis en dan Lagerhart terug, Haps. Ja, geweldig! Rotterdam, een Europese avond, het kan zo lekker zinderen hier tijdens Europese wedstrijden. Maar is ver en daar is de goal van Leroy Ver. Daar is dus zo'n momentje. Steekbal, Burger. Ja, haha, Burger! Zaalvoetbalgoal.
zijn eerste balcontact. Berghuis voor de 1-0 en die schiet erin, ondanks het feit dat Willem Reuter in de buurt was. Ja mannen, we zien de beelden van Feyenoord sinds wedstrijd 1 in de competitie. Sparta thuis natuurlijk. Luciano, om met jou te beginnen, wat is je indruk van Feyenoord? Hoe vind je dat jullie erop staan? Ik denk dat we er goed op staan nu. Iedereen wordt fitter en fitter. En dan zie je dat we gewoon een hele goede selectie hebben. Ja, natuurlijk op twee fronten actief. Ook in Europa, die groepsfase gehaald. Hoe groot is dat, is die blijdschap, het behalen van dat doel? Ja, ik denk dat het voor ons als speler, maar zeker als club, superbelangrijk was. Het is toch een podium waar wij onszelf kunnen laten zien, als speler en als club. En ik denk dat Feyenoord ook daar thuis hoort. Het is natuurlijk heel tweeledig, John. Eigenlijk een teleurstellend begin in de competitie, maar wel die groepsfase van de Europa League. Wat is dan de eindconclusie van het eerste blok? Nou, één, het was van levensbelang, denk ik, dat je die Europese fase door zou komen. Nou, dat hebben ze gedaan. Achteraf toch wel gemakkelijk, maar dat geeft ook aan dat het elftal fitter en fitter wordt. Ik heb ze afgelopen zondag in Tilburg aan de gang gezien. Ja, wat mij wel opviel is dat er wel spirit in het elftal zit. Ja. En een vechtlust, en dat hoeft niet altijd met mooi voetbal, maar wel ervoor gaan voor elkaar. En daar moet je ook fitter voor worden om dat te kunnen doen met elkaar. En dat is wel een mooi proces wat je op dit moment ziet. En daarom is het ook mooi, zeker voor deze selectie, dat je ook weer een weekend rust hebt. Dat de jongens weer ook de rust kunnen pakken. Want de rust, ja, je hoeft niet altijd maar volle bak te trainen. Maar rust is ook af en toe goed. En ja, de komende tijd komen er nog genoeg wedstrijden om weer aan te haken waar ze eigenlijk dadelijk gewoon weer moeten staan. Dat is die spirit, Ricciano. Die fighting spirit, die zit wel echt diep in het team, hè? Ja, ik denk dat het met de week is gaan groeien natuurlijk. Je speelt goed voetbal. Alleen ja, die drie punten bleven uit. Dat knaagt natuurlijk wel. Na Willem II zag je het ook weer leven in de groep. Van ja, eindelijk. Het is de goede kant opgevallen nu. En nu proberen die lijn door te trekken. Veel bewegingen ook op de transfermarkt. Jij bent daar onderdeel van geweest, Luciano. Ben je inmiddels helemaal gesetteld bij je nieuwe club? Ja, zeker. Zeker. Snel gaan, goed opgevangen. Natuurlijk blij dat ik al bepaalde spelers kende. Ja. Dus ja, zeker. Ja, en je hebt veel gespeeld, alles gespeeld. Laten we even kijken hoe het Luciano in zijn eerste wedstrijden bij Feyenoord verging. Warm welkom alsjeblieft voor Luciano Narsing. Venter eraf, Narsing zijn vervanger. Voetbalde in Nederland natuurlijk eerder voor Heerenveen en PSV. Twee seizoenen Swansea. En nu zijn debuut voor Feyenoord. Berghuis, banners voor de goal. Hier is hij. Val, Narsing en daar toch nog 2-2. Larsson, ach. 4-0, Sam Larsson. Ja, de naam, Narsing komt erachter. Larsson, goed gespeeld. Naar Narsing. Narsing en langs. En dan? Het scheelt dat niet zo heel veel. Narsing weg. Die heeft natuurlijk snelheid. Narsing legt hem klaar, Berghuis en daar de paal die een hele fijne treffer voor Feyenoord in de weg ligt.
Ja, Luciano, we zien mooie beelden van jou in je eerste wedstrijden voor Feyenoord. Direct belangrijk geweest ook. Eerst maar even bij het begin beginnen. 5 juli transfervrij overgekomen van Swansea. Was het nog moeilijk om Wales achter je te laten? Nee, het was heel makkelijk hoor. Ja? Ja. Ja, je zei meteen bij je binnenkomst, buiten de camera's, van nou, Wales is niet het allergezelligste land waar ik ooit ben geweest. Nee, zeker. Dat is wel... Ja, ik ben wel een mooie club, toch? Een mooie club wel, zeker. De Premier League ook gewoon veel gespeeld. Was niks aan de hand, natuurlijk. Alleen jammer dat we waren gedegradeerd. Ja. Moeilijke jaar daarna. En nu hoop ik weer op te kunnen bloeien bij Feyenoord. Ja, was je echt wel klaar om weer naar Nederland te komen, naar huis te komen? Ja, zeker. Waar zat dat omheen? Gewoon weer lekker vertrouwd. 4-3 spelen weer. Ja. Even lekker bij topclub spelen als Feyenoord. Daarom dacht ik gewoon weer even lekker terugkomen. En je echt weer voetballer voelen, hè? Dat heb je ook aangegeven. Zeker. Je wil gewoon weer spelen. Want was je dat echt verloren in Wales? Ja, het was eigenlijk alleen maar trainen. Ja. En weekends vrij. Dus je voelt op dat moment geen voetballer. Ja, dat lijkt me het allermoeilijkste. Als je niet kan doen wat je het allerliefste wil doen. Ja, zeker. Dat is heel moeilijk, maar gelukkig had ik wel Nederlanders om me heen daar met wie ik kon praten. Familie om me heen, dat heeft me wel doorheen gesleept. Ja, dan begin je bij Feyenoord. Dus meteen in je eerste 2 wedstrijden, assist en een doelpunt. Ja. Dat is wel hoe je wil presenteren bij je nieuwe club. Ja, zeker. Die lijn wil ik vasthouden. En snel hopen dat ik gewoon weer lekker aan de flanken kan voetballen. Ja, want daar hadden we het al eerder even over met John, benoemde het. Ja, die buitenpositie of die spitspositie. Ja, jij zegt, ik doe het. Ik speel op de spitspositie, maar mijn voorkeur is duidelijk. Ja, zeker. Ik doe het graag voor het team. En we zitten met geblesseerden, dus speel ik daar. Maar ik hoop dat iedereen wel begrijpt dat het niet mijn beste positie is. En dat ik wel gewoon mijn best doe om het zo goed mogelijk uit te voeren. Berghuis gaf zondag ook wel het mooie antwoord, hè, bij Fox. Wat zei hij? Nou, die zei van, wij als teamgenoten moeten hem ook helpen om een aantal opties te geven. We weten dat hij daar zich niet het sterkst voelt, laat ik het zo zeggen. Maar dan moeten wij hem helpen ook met opties en met bruikbare ballen geven. Dus we moeten het voor hem ook zo makkelijk mogelijk houden. Wat voor jongen is het om bij de groep te hebben, Ricciano? Ja, leuke jongen. Samen met Lieren natuurlijk is hij binnengekomen. Ik denk in de kleedkamer brengen ze ook een bepaalde sfeer met zich mee. En in het veld veel ervaring natuurlijk brengen ze ook met hun mee. En ik denk dat het wel goed is voor deze groep, dat deze 2 jongens zijn gekomen. Mooi. Straks gaan we na de break gaan we verder praten met John de Wolf natuurlijk, Ricciano Haps en Luciano Narsing. En dan gaan we het voornamelijk even hebben over de seizoenstart van Ricciano. Kijken wat hij daar zelf van vindt. Straks na de break. Welkom terug bij Studio Feyenoord, het tweede deel. Voor de break hadden we het over Luciano Narsing en zijn begin bij Feyenoord. Aangeschoven is ook Ricciano Haps. Hij speelde volgens nog alle wedstrijden. Laten we even kijken hoe hem dat verging. Berghuis gaat, daar komt die bal ook nu goed terugleggen. En wat een fantastisch doelpunt van Feyenoord. Uitstekende goal van Feyenoord. Ricciano, je eerste minuut in de voorbereiding zitten erop. Hoe voelen ze? Lekker. Ja, het is natuurlijk lekker dat je weer wedstrijden kan spelen. Haps, nog maar eens Haps. Dat is een veel betere poging. Dit ziet er aardig uit. Haps, strakke voorzet, goal van Steven Berghuis. Ja. Berghuis en dan lage hard terug, Haps. Ja, geweldig, geweldig. Wat was hij al goed in de eerste helft, Haps. En dan heb ik het over zijn verdedigende werk. En nu schakelt hij in aanvallend opzicht en zet hij de Kuip
in vuur en vlam is wat overdreven, maar grote vreugde. En veel meters gepakt door Haps. Haps. Berghuis misschien nog. Berghuis. Narsing. En Haps, zei net. Uiteindelijk is de man bij wie de aanval begon degene bij wie die eindigt. Luciano Haps. Ja, Luciano, alle wedstrijden gespeeld. Dat is ook wel eens anders geweest. Je hebt nu al bijna net zoveel wedstrijden gespeeld als afgelopen seizoen. Ja, dat zegt wel wat, hè? Ja. Ik denk dat ik heel veel pech heb gehad afgelopen seizoen. Ja, waar zit dat dan in? Is dat echt puur pech? Of was dat ook een beetje wennen aan de intensiteit bij Feyenoord? Nee, want met AZ speelden we ook elk jaar Europa. Kwam ik ook aan 40 wedstrijden in een seizoen. Ik had een stressfactuur opgelopen in mijn scheen. We konden het niet opereren, dus het moest vanzelf genezen. Ik denk dat het daarom zo lang heeft geduurd. Hoe zwaar is dat voor je geweest? Ja, heel zwaar. Je wilt jezelf natuurlijk laten zien bij een nieuwe club. Je weet dat je van meerwaarde kan zijn. Dat je dan eruit ligt door zo'n blessure is het echt... Ik zal niet zeggen wat het is, maar... Ja, niet leuk. Ja, niet leuk, ja. Nou, wat vooral opvalt is de drijf en de energie die jij in wedstrijden gooit. Hoe kijk jij daarnaar, John? Dat is wel zijn wapen, denk ik. Hè? Die drijf aan die kant blijven gaan. Ja, maar zijn taak 1 is volgens mij verdedigen. Ja. En we hebben er nu 2. Hè? We hebben Karsdorp aan de andere kant. En dat zijn absolute wapens. Maar het begint altijd eerst bij achterin goed neerzetten en daar vandaan verder. Maar ja, vaak speel je, zeker in de Kuip, speel je tegen ploegen die al inzakken. Dus waardoor je al zelf al ruimtes gaat krijgen. Maar ja, dat zijn absolute 2 toegevoegde spelers die voor heel veel waarde voor Feyenoord kunnen zijn. Voel je vorm is altijd iets ontastbaars eigenlijk, hè? Maar voel je dat je lekker in je vel zit? Ja, zeker. Ja, ik heb tot nu toe alles gespeeld. Dit is die lijn die ik graag wil zien, die ik door moet trekken tot het einde van het seizoen. Ja. Heb je dan voor jezelf een bepaald doel in je hoofd, het spelen van wedstrijden of een bepaald topniveau dat je wil behalen? Nee, ik denk vooral aan fit blijven. Ja. Ik ben heel bewust bezig met mijn lichaam. Buiten Feyenoord om ook, dus ik denk dat dat het belangrijkste voor mij is. Ja, hebben die blessures dat met je gedaan, dat je nog meer met je lichaam bezig bent? Ja, ik denk het toch wel. Het is toch ergens goed voor geweest. Ja. Ja. En je zegt, ik ben daar ook buiten Feyenoord mee bezig. Waar moeten we dan aan denken? Ja, zoals laatst kwam ik van Hapoel Beersheva. En ben ik thuis nog even een korte training voor mezelf gaan doen. Ja. Gewoon alles om zo sterk mogelijk te blijven. Dat zeggen ze ook wel eens. Hè? Je komt sterker terug van een blessure. Dat is eigenlijk letterlijk ook zo. Jongens die aan hun lichaam werken tijdens hun kwetsuur. Ja, maar in mijn tijd heb ik het ook nog meegemaakt. Ik ben 18 maanden er toen uit geweest. En dan voel je eigenlijk helemaal niets. Je hangt er maar een beetje bij. En het enige waar je zelf mee bezig moet zijn is zo snel mogelijk fit worden. En keihard trainen om weer terug te komen. En de club kan ook alles voor elkaar krijgen, hè? Op het trainingscomplex, met de voeding, met alles. Maar op een gegeven moment ga je ook naar huis. Ja. Weet je wel? En dan moet je toch ook de dingen zelf doen. Ja. Nou ja, dan werkt het nog extra, denk ik, als je een aantal keren aan de andere kant van de medaille gezeten hebt. En dat je denkt van, nou, ja, dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. En jij hebt Luciano leren kennen als je nieuwe teamgenoot. Wat is dat voor jongen? Ja, vrolijke jongen. Houdt van lachen. Dus positief, positieve jongen, dus ik ben zeker, zeker verrast. Ik heb hem ook boos gezien in zondag. Ja, wisten is hij boos, maar dat is goed. Maar in de kleed, maar daarbuiten is hij wel een vrolijke jongen.
We hebben een fragment uit de laatste Leven Feyenoord 1, onze YouTube-serie. Die we maken vooral rondom belangrijke wedstrijden, Europese wedstrijden. Zien we ook wat je nog meer in je hebt? Een rol Steven Berghuis, let goed op. Ja, zo hebben we je ook leren kennen. Ook wel echt een gangmaker in de groep, hè? Ja, dat kan je wel aan mij overlaten, ja. En ja. Vooral bij Steven Berghuis. Steven laat zich graag in de maling nemen, volgens mij, hè? Die kan dit echt niet hebben, nee. Mooi. Ja, jullie kennen elkaar nu inmiddels een tijdje. Leek ons een goed moment om even te kijken hoe goed jullie elkaar nu echt kennen. We hebben een kleine face-to-face, zo heet ons item een aantal jaren geleden. Jij kent het misschien nog, Ricciano. Ja. We leggen je een aantal dingen voor. Lees het voor. Het gaat over jezelf. En de ander moet zeggen, klopt het of klopt het niet? Mijn eerste profcontract tekende ik als linksbuiten. Ja. Ik denk, ja? Want je was linksbuiten. Maar ja, prof. Dat is een moeilijke. Ik weet wat die linksbuiten was in de jeugd, maar... Nee. Ik zeg nee. Ja, toch wel? Bij AZ hè, werd je als, okay, als linksbuiten gecontracteerd. Ja. Gaan jullie ook nog concurrenten worden of hou jij het nu bij de backpositie? Back. Ja. Ja. Wie heeft je op linksback plaats gezet dan? Gert-Jan Verbeek. Goeie keus. Jij ja. hebt eerder gezegd dat vond je niks, hè? Toen je naar achter moest, heb je gezegd, daar heb ik ja, maar dat was toch een andere tijdperk. Want ja. toen kon ik niet zoveel naar voren komen. Ja. Nu zie je toch wel dat de back eigenlijk de hele linkerkant moet bestrijken. Je bent een moderne linksback, zoals ze dat noemen. Ja. In Swansea had ik kippen in mijn tuin. Ja, makkelijke vraag. Had jij nooit gebeurd, hè? Is toch niet waar? Nee, is niet waar. Nee. Ik wou net zeggen. Heb ik meer wedstrijden in het hoofdtoernooi van Europa gespeeld dan jij? In het hoofdtoernooi van Europa? Ja. Europa League. Ja, ik denk het wel. Hij heeft er een heel aantal gespeeld. Ik denk het ook, ja. Maar jij hebt er net iets meer gespeeld. Ja, met PSV heb je ooit een hele lange serie in Europa gespeeld, één seizoen. Oké, okay, ja, maar het scheelt niet veel. Het is, maar ik zag jou ook ieder jaar met AZ, dus ik dacht van, jij hebt wel meer. Europa League, geen Champions League, hè? Nee, alleen Europa League. Heb ik toch hoofdtoernooi, okay. 17 heb jij er gespeeld, jij 12. We kunnen in ieder geval spreken van twee ervaren mannen als het straks aankomt in, in die groepsfase van de Europa League. Ik heb alle wedstrijden die ik tegen jou heb gespeeld gewonnen. Ik heb één keer van PSV gewonnen. Ik weet niet of je speelde. Mijn debuut. Wat denk jij, Luciana? Ik denk het ook. Ja, dat klopt. Twee keer. Twee keer AZ, PSV. Twee keer winst. Hij heeft zelfs een keertje tegen je gescoord in Alkmaar. Kan je die nog herinneren? Ja, hij stond niet op mij, denk ik. Nee, Ricciano, jij hebt deze gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Je weet net iets meer over Luciano dan andersom. We gaan het over serieuze zaken hebben, jongens. Want na de interlandbreak gaan we spelen in de groepsfase van de Europa League. Wij hebben op een rijtje gezet wie onze tegenstanders daar gaan worden. Na overwinningen op Dynamo Tbilisi en Hapoel Beersheva keert Feyenoord na 3 jaar weer terug in de groepsfase van de Europa League. De laatste keer dat we dit hoofdtoernooi overleefden was in 2014 na overwinningen op HNK Rijeka, Sevilla en een dubbele tegen Standaard Luik. De komende maanden nemen we het op tegen FC Porto, Rangers FC en het Zwitserse Young Boys. Een prachtige pool met twee clubs waarmee we een bijzonder verleden delen. FC Porto is 28-voudig kampioen van Portugal en in 1993 troffen we als landskampioen de Portugezen in de tweede ronde van de Europa Cup 1 en dat werd een keiharde ontmoeting. Na een 1-0 nederlaag in Porto kwamen we in de Kuip niet verder dan een 0-0 gelijkspel en gingen de Portugezen door naar de groepsfase van de Europa Cup 1. Oud-Feyenoorder Bruno Martins Indy maakte in de zomer van 2014 de overstap van de Kuip naar Estádio do Dragão en speelde 2 seizoenen voor FC Porto. Rangers voetbalclub dat in het verleden als Glasgow Rangers zeer succesvol was als 54-voudig kampioen van Schotland is weer terug op het hoogste niveau onder leiding van Liverpool-legende Steven Gerrard. Uiteraard denken we direct aan de enige keer dat we de Rangers op Europees niveau tegenkwamen, de 8e finale van de UEFA Cup in 2002. Na een 1-1 gelijkspel op Ibrox Stadium maakten we het karwei af in de Kuip, mede door het handelsmerk van Pierre van Hooijdonk. We'll be right back.
In de jaren 90 en 2000 was Glasgow Rangers een populaire club voor Nederlandse spelers. Oud-Feyenoorders Giovanni van Bronckhorst, Bert Konterman, Michael Mols en Peter van Vossen speelden meerdere jaren voor de Jers in Glasgow. Feyenoord speelde nooit een officiële wedstrijd tegen de Zwitserse kampioen Young Boys. Wel oefenden we vorig seizoen in de voorbereiding tegen Young Boys en verloren we met 3-0. Feyenoord begint aan de groepsfase op 19 september met een prachtige uitwedstrijd in Glasgow. Daarna komt FC Porto naar de Kuip toe, opgevolgd met een dubbele ontmoeting tegen Young Boys. In speelronde 5 komen de Rangers naar de Kuip toe en we sluiten deze Europese groepsfase op donderdag 12 december af met een lastige uitwedstrijd tegen FC Porto. Ja jongens, de loting in het vliegtuig gekeken op weg terug uit Israël naar Rotterdam. Wat was jullie eerste reactie, Luciano, om bij jou te beginnen? Mooie pool. Ja. Mooie wedstrijden tegen clubs die een mooi stadion hebben, dus ja. Is er dan een wedstrijd die voor jou meteen in het oog springt, Cristiano? Ja, Porto en Rangers wel. Ja, ja, dat zijn mooie ploegen. Mooie stadions gaan jullie sowieso bezoeken 3 keer. Ja, dat zijn alleen maar potten om naar uit te kijken, denk ik, hè? Ja, zeker. Dat wil je als voetballer zo hoog mogelijk spelen. En ja, we zijn blij dat we Europa League door zijn. Dus, het zijn mooie wedstrijden. Maar eerst een vrij weekend, jongens. Voor de boeg, even op adem komen. Of wilde plannen? Nee, even lekker op adem komen. Ja? Herstellen voor al die wedstrijden. En, ja. Voor jou, Cristiano? Ja, hetzelfde. Vooral rusten. Want er komt weer een hele zware periode aan. Ja, dat doet goed om te horen dat jullie je rust nemen. En jij, Kozakkenboys uit John, geloof ik, hè? Ja, geen rust. Nee, op weg naar de eerste 3 punten van het seizoen. Ja, dat zal moeten. Mooi, succes daarmee. En jullie bedankt voor het aanschuiven. John, bedankt. En we zien jou volgende week in ieder geval weer terug. En jullie volgende week weer op het veld. En jullie bedankt voor het kijken. Na het weekend zijn we natuurlijk weer terug op Fox Sports. En komende vrijdag met een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. Bedankt voor nu en graag tot maandag.